Ja. Nou, ik weet eigenlijk niet wat me het meeste moeite kost. Je bent gewend dat hij werkt. Het is gewoon doet wat hij moet doen. Ja, en dan zo'n eerste keer, dan gaat het ineens niet. Nou, daar kun je dan in het begin nog wel makkelijk overheen stappen. Ik weet nog wel precies wanneer het was. En dan, nou ja, dan... Dan voel je je... onmachtig. Maar ja, dan denk je toch... ik was moe. Ik was een dagje ouder, zo gaan die dingen. En Marleen had er ook begrip voor. Nou, dan gaat het een tijd goed. En dan weer. En eigenlijk... steeds vaker. Nou, dan begin je te beseffen dat je iets gaat verliezen. Maar je verliest meer dan je denkt. Er dan is met de dokter over, zei ik in het begin nog. Ja, als hij voor iets anders ging. Dan zei ik, nou, misschien kun je meteen daarover beginnen. Meteen zo'n rimpel in zijn voorhoofd. Ja, soms... Ja, soms dan hoopte ik maar dat die dokter daar zelf over zou beginnen. Maar ja, hoe moet hij dat nou weten?